Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Gunther van den Einde. Hij is Research Fellow van de Research Foundation Vlaanders. Ook wel te vermelden dat hij werkt aan een doctoraat bij FWO, gespecialiseerd en vooral dat doctoraat ook gericht op verkiezingsuitgaven en heel specifiek met digitale campagnes. En dat is de reden waarom ik hem vandaag uitgenodigd heb, want omtrent die digitale campagnes wordt er de laatste tijd heel veel gezegd en geschreven en wil ik toch wel eens dieper ingaan op dit onderwerp. Welkom meneer van den Einde. Dank u wel om mij in uw studio te ontvangen. Zoals ik al zei, u bent heel specifiek bezig met dieper in te gaan op die digitale campagnes. Als we dat nu willen een definitie geven, wat valt er eigenlijk allemaal onder digitale campagne? Wel, digitale campagne gaat sowieso breder dan de aandachtstrekker van vandaag, namelijk Facebook-advertenties. Hè. Er zijn andere sociale media waarop campagne wordt gevoerd, al dan niet op een gratis manier of een betalende manier. Maar er is ook nog steeds e-mail en websites die een belangrijke rol spelen in die digitale campagnes. Dat is dan misschien minder het geval op individueel kandidatenniveau. Dat hangt een beetje af van kandidaat tot kandidaat en soms ook van tot welke partij een kandidaat behoort. Maar sowieso zullen partijen toch ook nog een deel van hun uitgaven spenderen aan websites en eventueel aan e-mailcommunicatie. We kunnen dat dan ook nog gaan doortrekken naar WhatsApp en allerlei andere vormen van ja, digitaal, dus het online communiceren met de achterban. Maar specifiek op campagne voeren, verkiezingscampagnes gericht, moet je weten dat het eigenlijk het online tijdperk in dat campagne voeren werkelijk is gestart met wat dat in wetenschappelijke literatuur eigenlijk de Web 1.0 tools wordt genoemd. En dan hebben we het effectief over e-mail en websites. Bij pagina's, hè, dat was in tijd, vooral de VS waren daar dan, zoals bij al die zaken, wel de voorloper, waarbij dat congresleden de website hadden en daar ook probeerden mee te mobiliseren en bezoekers aan te trekken, et cetera. Dan 2007 ongeveer komt dan sociale media ook meer en meer op. En dan krijg je natuurlijk Facebook. Dat de voorganger daarvan waren een soort van chatrooms. Wij herinneren ons dat nog wel. De jongere luisteraars hebben daar waarschijnlijk minder herinneringen aan of geen herinneringen. Maar blogs en chatrooms, blogs kennen ze nog wel, maar chatrooms was een beetje de voorloper van die sociale media. Waar het eigenlijk mogelijk werd om in plaats van informatie te delen, zoals je dat met een folder doet, een website, daar deel je informatie die je op die website zet. Mensen moeten bewust naar die website surfen en dan kunnen ze die informatie raadplegen. Een beetje de digitale folder, alleen de folder komt in je brievenbus terecht. De website kan dan eventueel met een e-mail link naar die website, kan je dat op die manier verspreiden. Sociale media maakten het dan mogelijk dat de mensen in plaats van een e-mail te moeten terugsturen ook onmiddellijk konden reageren op zoals dat vandaag dat gebeurt, op Facebook-feeds en reacties. En er ontstaat dan een soort van discussie of Twitter, waarbij er dan geretweet wordt, gereplied wordt, waarbij een hele discussie kan ontstaan in die virtuele wereld. En dat is eigenlijk een beetje de karakteristiek van wat ze dan Web 2.0 toepassingen noemen, namelijk interactie is mogelijk. Nu, daar zit zowel gratische toepassingen als de betalende toepassingen in, waarbij je dan gaat berichten gaat pushen en gaat betalen om je berichten hoger op de feed te krijgen, of effectief ook gaat politieke advertenties die dus worden uitgestuurd naar een publiek dat je eigenlijk zelf ook kan selecteren. Dan hebben we het over die targeted campaigns en waar je ook kan volgen van hoe slaat dat aan. Er zijn daarvoor een aantal tools zoals Nation Builder die ook informatie verzamelen. Hè. We moeten daar niet naïef in zijn. Hè. Dus heel het online gebeuren, los van de polemiek die ontstaat rond de uitgaven die er naar gaan, heeft ook wel een privacykant. Hè. Dus er worden gegevens opgeslagen, er worden profielen toch wel opgemaakt. Hè, van wie zich interesseert in die thema's, wie kunnen we met die thema's triggeren. Dus dat is een beetje wat we onder digitale campagnes verstaan. En dus in mijn onderzoek kijk ik naar digitale campagne uitgaven.
Mijn onderzoek beperkt zich weliswaar tot de sperperiode, zijnde dus de officiële campagneperiode voor een verkiezing. Maar ik volg natuurlijk ook wat er de debat rond sociale media en uitgaven aan sociale media, et cetera, volg ik ook van die bij tussen die verkiezingen. Hè, de laatste, de AdLens, het AdLens onderzoek, laat me dat zeggen, dat in de pers verschenen is, gaat breder dan die sperperiode. Hè. Er is sowieso de sperperiode 4 maanden voor de verkiezing op 2019, maar daarna zijn er heel wat uitgaven geweest door politieke partijen aan advertenties, sociale media, om diverse redenen, die dan tot die hoge cijfers aan uitgaven leiden, waardoor we met toch 4 van de 5 in de top 5 staan. En in de top 10 denk ik dat we als Belgen toch met een man of 7 zijn, hè, dus voor uitgaven. U sprak daarvan die interactiviteit. Is dat iets wat breed verspreid is? Want uiteindelijk, die mogelijkheden zijn er wel. Maar is dat een klein clubje van kiezers die in interactie gaat? Hebt u daar een idee van? Of is dat net een brede laag van de bevolking? Hoe ver gaat dat tegenwoordig digitaal? Goh, er is wel onderzoek gedaan naar die interactiviteit en naar in hoeverre dat aanslaat en hoeveel volgers en hoeveel likes. En maar dikwijls zijn het dan vooral die likes ook die wel als belangrijk worden bevonden. Nu kunnen we ons afvragen, is een like echt iets interactief? Iemand die uw bericht liked, je hebt daar eigenlijk een soort van interactie mee, want je weet van, oké, hij heeft dat gezien en hij vindt dat ook tof. Iemand die het dan niet liked, maar die commentaar geeft, waar dan weer al in discussie mee kan gaan. Nu, ik weet niet of dat echt een dat is niet mijn onderzoek, dus ik weet niet hoe breed dat het publiek is dat aan dat soort dingen deelneemt. Maar als je zelf zo van die reacties leest op gelijk welke kranten, pagina's, et cetera, ja, dan zie je dat ook niet altijd de meest fraaie reacties zijn. Hè. Dus mensen zullen misschien vaak eerder reageren wanneer ze er heel positief tegenover staan of wanneer ze er heel negatief tegenover staan. Je hebt dan zo die, wat ze dan altijd zo de stilzwijgende massa noemen. Ja, als je er neutraal tegenover staat of een beetje positief of een beetje van, ja, allee, waar komen ze nu weer mee af, dan ben je waarschijnlijk minder geneigd om in je pen te kruipen en nu te gaan mengen in dat online debat. Natuurlijk ook zo dat online debat, je moet er zelf al naar gaan kijken naar de reacties, iets wat ik eigenlijk niet zo vaak doe, hè, om te zien wat denken ze van. Die politieke partijen zullen daar wel naar kijken en zullen wel proberen te meten van, kijk, hoe wordt daarop gereageerd, hè, dus door volgers. Dus dan heb je sowieso al een deel van de achterban. Je hebt daar altijd natuurlijk ook een beetje journalisten tussen zitten of andere, of het wordt dan gedeeld en mensen reageren die dat dus niet bij de achterban horen. Maar het is eigenlijk een makkelijke manier en een goedkope manier om een ballon op te laten en te kijken, hoe reageert mijn achterban nu op dit voorstel? Nu, wat we niet mogen onderschatten, en dat is iets, ik probeer niet van de hak op de tak te springen, maar de discussie gaat vaak over dus de uitgaven aan die sociale media. Wat dat ook heel belangrijk is, dat is, er zijn ook sociale media die dus geen politieke advertenties meer toelaten, maar die toch een serieuze impact kunnen hebben. En dat bedoel ik mee, neem Twitter, hè, verbod op sociale media advertenties, hè, neem dat beslist, ik denk dat dat 2019 was. Politieke advertenties niet toegelaten, maar Twitter is op zich eigenlijk geen massamedium, hè, zoals we de televisiejournaals hebben of kranten, et cetera. Want je moet dan iemand volgen om te kunnen zien wat hij tweet. Maar hoe wordt nu Twitter wel een massamedium? Wanneer het wordt opgepikt door de reguliere media. Hij herinnert ons Donald Trump, president van de VS. Ik ben geen volger van Trump op Twitter. Ja, het zou nu ook niet meer gaan, want hij is eraf gegooid. Maar destijds was ik geen volger van Trump, nog van het officiële adres van, of het de officiële Twitter-account van de president van de Verenigde Staten. Maar toch werd ik op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden of geconfronteerd met de een of andere chockerende uitspraak die hij op Twitter deed. En dat was niet via Twitter, maar dat was via de krant. Ja, dus een krant rapporteert iets in de Verenigde Staten, kranten in België pikken dat op en uiteindelijk wordt eigenlijk die tweet wordt ineens wereldnieuws. En daar zit je dan met er is hier bij ons, kunnen we dan verwijzen naar, dus Georges-Louis Boucher van MR, die eigenlijk in
Die staat in de top 10, maar hij staat niet in de top 5. Maar als we nu puur zouden doordenken op een... Is het een strategie of is het geen strategie? Dat laat ik aan hem. Maar er is vaak het verwijt van sociale media, de algoritmes, conflicterende boodschappen of polariserende boodschappen, die worden meer opgepikt en die worden bovenaan geplaatst. Want dat is eigenlijk wat het algoritme eruit filtert, want dat zijn dingen die enorm veel reactie teweeg brengen. Ja, dus dat is het algoritme van de sociale media. En dat is eigenlijk hetgeen waarvoor die sociale media dan ja, niet goed zou zijn of dergelijke. Nu moeten we kijken dat wat de voorzitter van MR eigenlijk doet. Die gaat eigenlijk ook een soort van conflicterende boodschappen vaak. Gaat hij tegen het regeerakkoord in of gaat hij tegen een partij in de coalitie in? Hij maakt eigenlijk een conflicterende boodschap die hij dan via Twitter de wereld instuurt. En wie is daar degene die beslist om die conflicterende boodschap eruit te lichten en dan in kranten te verspreiden? Dat is eigenlijk de traditionele media. Dus ik denk dat ook voor traditionele media, hoewel het daar geen algoritme is, maar dat iets moet nieuwswaarde hebben om in een krant of op een televisiejournaal te verschijnen. En daar zijn studies rond. Hè. Ik ben ondertussen de auteur vergeten, maar ik heb zo ooit een cursus gevolgd rond internationale conflicten en media bij Peter Verlinde, journalist bij de VRT, voormalig journalist bij de VRT, waarbij dus duidelijk werd van kijk, er is onderzoek en het heeft nieuwswaarde pas wanneer het dat en dat en dat, het heeft geweld. België betrokken in een natuurramp in het buitenland heeft meer nieuwswaarde dan alleen maar mensen van lokale mensen betrokken, et cetera. Dus daar zit je ook eigenlijk met dat soort van conflictmodel wat dat toch meer aandacht genereert. Even naar die financiële middelen waar u onder andere onderzoek naar doet. Hoe verhoudt zich dat nu in de totale campagne? Als we de vergelijking maken, wat er uitgegeven wordt aan digitale campagne tegenover de hele campagne, is dat in deze tijden, gaat de grote brok naar digitaal? Of hoe zitten de verhoudingen eigenlijk in die budgetten? Wel, eigenlijk is er eerst en vooral iets dat je moet weten rond de campagnewetgeving. Ja, dus België heeft wetgeving op partij- en campagnefinanciering, wet Doren, wetgeving uit 1989, tot stand gekomen naar aanleiding van schandalen zoals Augusta, hoewel ze juist ervoor tot stand gekomen is, Augusta, schandalen is dan juist na die wetgeving boven water gekomen. Nu, er waren al schandalen in Italië, we laten in het midden of onze politici zich toen laten inspireren hebben op die dingen en de vlucht vooruitgenomen hebben. Maar in elk geval is het zo dat die wetgeving, die evolueert natuurlijk, en in 2007 heeft men daar beslist van kijk, online advertenties, betalende online advertenties zijn verboden als campagnemiddel. Dus men beslist dat voor de verkiezingen van 2007. En dat verbod wordt uiteindelijk opgeheven in 2013, maar het gaat pas in, dus het wordt pas terug toegelaten, vanaf 2015. Dus men ligt het eigenlijk over de verkiezingen van 2014. Argumentatie om dat verbod te gaan opheffen was, kijk, het is in deze tijden, 2013 spreken we, niet meer te verantwoorden dat je wel advertenties mag betalen en plaatsen in traditionele media, in een krant of in een tijdschrift. Televisieadvertenties in verkiezingssperperiode is sowieso verboden. Dus we kunnen niet meer verantwoorden dat dat niet kan op een online drager. Dus moeten we weten dat eigenlijk de lokale verkiezingen van 2018 de eerste verkiezingen zijn, bij ons in België, waar die betalende online advertenties toegelaten waren. 2019 zijn dan de eerste samenvallende verkiezingen, federale verkiezingen, regionale en Europese verkiezingen. Wij hebben onderzoek gedaan naar die verkiezing van 2018, ook lokaal, alleen maar gekeken naar de kieskring Leuven. En toen was eigenlijk het aandeel digitaal op kandidatenniveau, we hadden 3500 kandidaten, voor alle gemeentes die dus in die kieskring Leuven vertegenwoordigd zijn. Daar hadden we Vlaams Belang als koploper, maar dan ging het om 17% van de totale uitgaven. Wanneer we dan kijken, gevolgd door SPA met ongeveer 15%, wanneer we dan kijken naar 2019, waar dat dan meer onder de aandacht is gekomen van iedereen, dan zien we dat bij Vlaams Belang dat oploopt tot meer dan 50% in hun totale campagneuitgaven. Het gaat dan over enkele
over een goed 1,5 miljoen, als ik mij goed voorstel nu, 50%. Nu, dat is veel, maar dat is ook niet alles. Dat is ongeveer de helft, en dan blijft er sowieso nog altijd een aanzienlijk deel dat uitgegeven wordt aan traditionele campagnemiddelen. En dus om dan andere partijen te gaan noemen, OpenVLD bijvoorbeeld gaf 21,8%. SPA nu vooruit ongeveer 22,7% van zijn middelen aan digitaal. Daaruit komt dat dan de perceptie leeft dat Vlaams Belang de verkiezingen gewonnen heeft dankzij de digitale campagne. Nu, ik denk dat we daarin dat moeten nuanceren, dat zeker en vast een rol van betekenis gespeeld heeft. Hè. Dus ik heb mijn onderzoek is nog niet afgerond, dus ik ga proberen te kijken in welk aandeel die digitale campagne, of dat effectief ook wel een enorm effect heeft op uw voorkeursstemmen, et cetera. Maar wat belangrijk is, dat er ook 5% is uitgegeven, of iets minder dan 5% aan traditionele middelen. Ja, dus hetgeen waar dat ook de andere partijen dan het gros van hun middelen aan uitgeven, dat valt dan eigenlijk te verklaren vanuit een wetenschappelijk oogpunt, als zijnde, kijk, 2019 eigenlijk de eerste nationale en regionale verkiezingen waar die middelen kunnen gebruikt worden, betalende advertenties. Dus dat is relatief nieuw in zo'n campagneperiode, waarbij je moet weten dat zowel partijen als kandidaten eigenlijk een spending cap hebben, dus die mogen maar tot een bepaald plafond middelen uitgeven. Dus het is niet zo van, kijk, we gaan die sociale media proberen, maar we gaan ook al de rest blijven doen zoals voordien, hetgeen dat ze kennen en hetgeen waarvan ze vermoeden dat het voordien gewerkt heeft. Dus je moet ineens gaan keuzes maken ook, hè, van hoeveel geef ik aan die nieuwe tools, waarbij je eigenlijk niet goed weet van, gaat dat hier aanslaan of niet? En hetgeen je aan die tool geeft, kan je niet geven aan hetgeen je kent. Ja, dus het feit dat dat een nieuwe, innovatievere techniek is, maakt dat we in de literatuur ook wel zien dat, zeker als iets nieuw is, dat er meer de challengers, dus de partijen die niet aan de macht zijn, die vertegenwoordigd zijn in het parlement, maar in mindere mate, zeker niet in de regeringen, dat die toch meer gaan proberen en meer het risico gaan nemen van die nieuwe tools te gaan gebruiken. Daarbij komt dan nog eens dat partijen zoals het Vlaams Belang of PvdA, PTB, die op de uiterste van die onze ideologieën dan liggen, hè, op die lijn, dat die ook minder toegang hebben tot traditionele media. Die hebben sowieso geen toegang tot de traditionele advertentiemarkt. Of tot een beperkte advertentiemarkt. Ze hebben waarschijnlijk wel een aantal blaadjes die hun ideologie gezind zijn, waar ze wel advertenties in kunnen plaatsen. Maar daar preek je toch wel een beetje voor degenen die al overtuigd zijn. Dus het is om andere mensen die dus niet die blaadjes kopen, et cetera, te gaan overtuigen om voor uw partij te gaan stemmen. Ja, kunnen ze niet een advertentie plaatsen in laat ons zeggen, de standaard, het laatste nieuws, de morgen. Die mogelijkheid hebben ze niet. En dat is ook iets wat we dan in de literatuur tegenkomen. Dus partijen of kandidaten die minder toegang hebben tot de traditionele media. Dat hoeft daarvoor niet de advertentiemarkt te zijn, maar ook iemand die een ministerpost heeft of die parlementslid is, die heeft sowieso meer kans om in de traditionele media geïnterviewd te worden, te verschijnen, dan iemand die dat niet is. En dus partijen met minder parlementsleden, die dus challengers zijn, die zullen dan ook minder kans hebben om op die manier in de traditionele media te verschijnen, waardoor ze eventueel, en ik denk dat dat hier ook het geval is, hun aandeel aan campagnemiddelen dat ze gaan spenderen aan digitaal gaat toenemen. Waarom? Ook digitaal heeft ook een van de karakteristieken is dan dat het eigenlijk heel toegankelijk is, makkelijk of relatief makkelijk in gebruik en dat het ook relatief goedkoop is. Je kan ook trouwens die targeted campaigning, moet je niet onderschatten, je kan effectief campagne gaan voeren en zeggen van kijk, ik wil die mensen bereiken in die regio. Vlaams Belang heeft bijvoorbeeld ook campagne gevoerd in Wallonië. Hun campagnes in Wallonië, in elke kieskring, waren uitsluitend campagnes via sociale media, Facebook. Ze kunnen echt targeten van, kijk, wij willen nu dat bericht sturen naar de mensen in die Waalse provincie en die hebben die leeftijd. Dat is natuurlijk iets, wanneer je dat zou moeten doen in een krant. Het is degene die de krant
koopt, die de advertentie ziet, de klant die eventueel bij de dokter ligt of bij de tandarts, ja, die wordt dan door meerdere mensen gezien, of bij de kapper. Maar als je de klant niet koopt, dan zie je de advertentie niet. Hè. Dus dat heeft wel een aantal voordelen. Je hebt daar gewoon meer return on investment. Dat is toch wat er dan gedacht wordt. En zo kom je dus bij die partijen die in campagne toch een relatief groot bedrag uitgeven aan sociale media. Na de campagne, dus na de verkiezingen, ja, zag je dat eigenlijk die campagneuitgaven niet echt afnamen. Hè? Dus er werden nog steeds advertenties gekocht. Hè? Het is dus tot nu, hè, alles wat met AdLens te maken heeft, bestaat trouwens de periode de eerste 7 maanden van 2021. Dus er zijn geen verkiezingscampagnes geweest dan. Nu, als ik daarover mag uitweiden... Dan moeten we... Ja, dat zou sowieso mijn volgende vraag waarschijnlijk geweest zijn. Wel, dan, en hier speculeer ik. Hè. Dus hier speculeer ik. Dus, maar als we kijken, wie zit er nu in die top 5? Dat is de voorzitter van N-VA, Bart De Wever. Het is de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken. Het is de voorzitter van de PvdA-PTB, Mertens. En... dan plaats 4 zitten we met een Nederlandse politicus, te verklaren vanuit het feit dat er verkiezingen waren in Nederland. En dan de 5e plaats kon er Rousseau van vooruit. Wat aan mij daarin opvalt, dat is dat we 3 van die 5 partijen zijn die toch deels in oppositie zitten. Hè. N-VA zit dan wel in de meerderheid Vlaams, maar zit in de oppositie federaal. En die 3 partijen, daarvan zijn er 2 die enorm vooruitgang geboekt hebben de verkiezingen 2019, wat dat met de Belgische partijfinancieringregels een enorme impact heeft op hun inkomsten. Hè. Dus als we kijken naar... hè, we hebben het met professor Maddes en dokter Gert-Jan Put berekend na de verkiezing 2019, dan is de winst van Vlaams Belang in vergelijking met voor de verkiezingen zijn er meer dan 5 miljoen euro meer inkomsten. Ja. PvdA, PTB heb ik dan over laatst zelf eens berekend. Dat was een partij die natuurlijk... Het is moeilijker omdat die natuurlijk een unitaire partij... die dus ook op Waals niveau dan een hoop subsidies krijgt. Maar daar zitten we ook met een stijging van enkele miljoenen euro's. Dus dat zijn partijen die... enerzijds zitten ze in de oppositie... en anderzijds hebben ze enorm veel stemmen gewonnen bij de laatste verkiezingen, waardoor hun inkomsten enorm gestegen zijn. Partijen die in de positie zitten en zich allebei aan het uiterste van de ideologische lijn bevinden, dus die minder toegang hebben tot televisiestudio's en zeker al niet tot gewone krantenadvertenties of advertenties op traditionele media. Ze worden uitgenodigd in verkiezingsstudio's. Hè. Je ziet Tom van Grieken in studio's, je ziet Raoul Hedebouw in studio's, je ziet Peter Mertens op tv. Maar toch... oppositiepartijen hebben minder toegang tot die traditionele media dan iemand die een ministerpost heeft, iemand die in de meerderheid dan zit. Breng daarbij het geld en je hebt de verklaring waarom dat die partijen uiteindelijk zoiets hebben van kijk, wij willen onze boodschap, onze oppositie die we voeren, willen we laten horen en we sturen die uit door dat soort advertenties. En dat lijkt mij een logische verklaring van wat er gebeurt. N-VA hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, denk ik, omdat N-VA is achteruit gegaan met de verkiezingen 2019. Maar ondanks het feit dat zij achteruit gegaan zijn, hebben zij de verkiezingen ervoor enorm veel gewonnen. En zijn zij sowieso op gebied van kapitaalkracht, zijn zij de kapitaalkrachtigste partij van België, zitten zij op de grootste oorlogskas en hebben zij aan inkomsten nog steeds immens veel inkomsten. Dus ook zij voeren oppositie en ook zij hebben minder toegang tot traditionele media. Herinner u de tijd dat Theo Franken dan staatssecretaris was die de migratie was? Ja, als je staatssecretaris bent zoals die de migratie, heb je gewoon veel meer toegang tot traditionele media. Ook wat hij toen tweette als staatssecretaris, werd ook veel meer opgepiet en in een krant gezet als hetgeen hij nu tweet als niet staatssecretaris. Dus dat is gewoon een bename wetmatigheid, dat er gewoon de media meer aandacht heeft voor en meer spreekbuis is voor degenen die aan de macht zijn. Ook helemaal logisch. Dus die oppositiepartijen moeten zichzelf uitvinden. Neem daarbij ook nog eens een COVID-crisis, waardoor je ook al minder
ja, fysieke contacten hebt, minder bijeenkomsten, je hebt geen fysieke congressen, et cetera. Daar lijkt me dan toch een verklaring te zitten voor die hoge uitgaven. Hè. Veel meer inkomsten, je zit op een berg geld, en moet een oppositie voeren, en kiezen dat medium. Oké, dan is er de vreemde eend in de bijt, vooruit met Conor Rousseau. Vooruit heeft dan ja, niet gewonnen in de vorige verkiezing, heeft dus ook aan personeel en aan middelen moeten inboeten. Maar er is wel een nieuwe voorzitter. Een jonge voorzitter die inzet op, of lijkt in te zetten op, vooral de jeugd. En zelfs op mensen die eigenlijk de eerste keer pas zullen gaan stemmen bij de volgende verkiezingen. Hoe probeert hij die te bereiken? Ja, via zijn Instagram-account. Als je zijn Instagram-account volgt, dan zie je dat het daar ook helemaal niet altijd over politiek gaat. Hè. Er wordt daar van alles verteld. Maar ik denk dat daar eigenlijk een soort van branding aan de gang is. Hè. Dat we toch wel een soort van merk Conor Rousseau, om dan te kunnen de brug maken met de beweging vooruit en op die manier dan dat te gaan verzilveren bij de volgende verkiezingen. En het is omdat natuurlijk dan een nieuwe voorzitter is, die ook ja, onder toch redelijk snel onder die COVID-maatregelen is moeten aantreden, dat we daar ook zo die enorme uitgaven hebben, want dat merk moet er staan. En dat is toch wel een enorme stroom aan posts. Hè. Dan is er voor de rest dan de top 10. Daar zien we dan ja, bij de Waalse partij Georges-Louis Boucher tussen staan van MR. Geen verrassing, denk ik, hè, gezien zijn ook zeer Twitter-activiteit. Dat verklaart, denk ik, een beetje die uitgaven toch. Ja. Er zijn natuurlijk nu ook politici die oproepen dat er beperkingen moeten komen op die uitgaven, en zeer specifiek op de uitgaven op die sociale media. Maar ook zoals u zegt, het is logisch, hè, de vaststellingen die u maakt. Zie ik een logica bij diegenen die daartoe oproepen? Wat zijn dan diegenen die net minder uitgeven en die misschien ook minder kans hebben en die dan een beperking willen zetten op de anderen? Dan lijkt daar toch wel politiek eigenbelang ook in mee te spelen in die vraag om die beperking. Wel, ik denk dat alles wat te maken heeft met financiering, met campagnevoering, met beperken van campagnemiddelen, met het tekenen van kieskringen. En er is daar er is een woord voor in het Engels wanneer het lukt, dat is gerrymandering. En er is ook een woord wanneer het mislukt, naar een of andere, denk ik, Amerikaanse senator die zijn kiesdistrict daar tekende en uiteindelijk minder stemmen haalde. Dat is tollymandering. Dus al die dingen, ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat gebeurt door de meerderheid en dat gebeurt dan niet omdat ze denken dat ze daarna gaan stemmen verliezen. Hè. Ze hopen dat stemmen met de win. Dat is trouwens ook het hele paradoxale, laten we zeggen, aan de partijfinanciering. Hè. Ik las gisteren nog, er is verschenen in Moustique, die is een Franse perssite, op 8 september, en ik las een artikel ook juist over dus die Adlens-uitgaven. En zij zeggen daar, dus de rijkste partij die nu het meest profiteren van dus de partijfinanciering en die er eigenlijk echt rijk van worden, zijn dan Vlaams Belang, zijn ook PvdA en is dan ook N-VA. En maken zij terecht de opmerking, dat zijn bijzonder wel partijen die eigenlijk niet betrokken waren bij het ontwikkelen of het uitschrijven van die wet op de partijfinanciering. Dus het is natuurlijk zo, wanneer partijen aan de macht zijn en aan de winnende hand zijn en veel middelen ontvangen, ja, daar worden ook partijorganisaties rondgebouwd. Hè. Er wordt personeel aangenomen, er worden gebouwen aangekocht, er worden gebouwen gehuurd, een partij groeit en heeft natuurlijk ook enorm veel middelen nodig, omdat die overheadkost redelijk groot is. Je wil natuurlijk ook graag personeel behouden, want niemand ontslaat graag personeel. Zeker, denk ik aan mijn inbeen als politieke partij, dat personeel ontslagen, dat het echt ook een nachtmerriescenario is, want je wilt juist meer jobs creëren, maar je moet ze zelf ontslaan. Dus ja, partijen zijn redelijk creatief geweest in de loop van de jaren om altijd maar nieuwe bronnen aan te boren, om dan toch ook vanuit die bron partijfinanciering te kunnen ontvangen. Hè. Er was eerst geen partijfinanciering op regionaal niveau.
Dat is dan toch ingevoerd. Ik denk dat het eerst in Wallonië was, daarna is Vlaanderen daarin gevolgd. En op den duur is er financiering langs de alle kanten. Maar is dat eigenlijk een financiering? Ook het optrekken van financiering. Ja, de Senaat is afgeschaft geweest. Oké, dat was dan een financiering die eventueel zou weggevallen zijn. Maar nee, er is dan toch nog een financiering dat de Kamer extra betaalt. Voor als je ook in de Senaat zetelt, dan krijg je daar toch ook nog een bedrag extra voor. En dan krijg je ook nog een bedrag per stem. Natuurlijk, al die dingen zijn vermoedelijk gemaakt, of zijn zeker gemaakt, om toch een partijorganisaties met minder stemmen nog relatief veel inkomsten te laten krijgen, omdat die partijorganisatie moet kunnen blijven bestaan. Maar het perverse effect, of het neveneffect ervan, is natuurlijk dat partijen die niet aan de verliezende hand zijn, maar die aan de winnende hand zijn, wanneer je meer krijgt als verliezende partij, of evenveel krijgt als verliezende partij, als toen je aan de winnende hand was, dan krijgt iemand die aan het winnen is natuurlijk nog meer. En zo heeft trouwens de N-VA zijn kapitaal opgebouwd. Hè. Daar moeten we niet flauw voor doen. Hè. Zo komt ook Vlaams Belang aan zijn meer dan 7 miljoen euro aan partijdotatie op een jaar. Dus voilà, daar komt dat geld dan ook vandaan. Hè. Maar denkt u dan dat er zou beter een beperking ingevoerd worden om een gelijk speelveld te creëren? Of moeten er andere regels komen omtrent die digitale advertenties? Moeten er regels komen die enkel gelden tijdens de campagne, dus tijdens de sperperiode beter gezegd? Hoe kijkt u daarnaar? Hoe ik daarnaar kijk, is dat ik denk dat sociale media en online campagne voeren is een kind van deze tijd. En het is nu eenmaal een manier om te communiceren. Mensen communiceren via sociale media. Ik heb een petekind van 13 jaar, ja, die communiceert via Instagram. Hè. Als ik die vertel, ja, heb je die jongen dat je leuk vindt toch al een keer eens aangesproken in de speelplaats? Dan zegt hij, ja, nee Peter, dat is beangstigend. Hè. Ik stuur die een bericht via Instagram, hè, terwijl ze daar op 10 meter op een speelplaats van staat. He, dus de jeugd communiceert ook via sociale media. Dus als je wilt jeugd bereiken, zal je ook sociale media moeten gebruiken. Maar daarentegen vind ik wel dat je als politieke partij die sociale media gebruikt en die betalende toepassingen op sociale media of op online in het algemeen gebruikt, met financiële middelen vanuit het publiek gefinancierd, vind ik wel dat je aan beperkingen mag onderworpen worden. En dan is er bijvoorbeeld een gedragscode die in Nederland van toepassing is. De Tweede Kamer heeft die aangenomen. Dat is tot stand gekomen in samenwerking met IDEA International. Die is redelijk goed uitgewerkt, hè, waarbij politieke partijen, het zijn tot nu toe natuurlijk alleen maar degenen die die gedragscode onderschrijven, maar zich weerhouden van misleidende berichtgeving. Ze gaan zo ver tot echt op te nemen van kijk, geen gebruik van deepfakes, van echt polariserende berichtgeving. En ik denk daarbij dat Nederland, waarbij de partijfinanciering veel minder gul is dan in België, dat wij met hetgeen in België, met toch parapolitieke partijen die meer dan 80% van hun inkomsten uit overheidsfinanciering halen, en die inkomsten dan ook echt aanwenden om te communiceren met de achterban, wat ik vind dat dat effectief een taak is van een politieke partij, communiceren met de achterban. Hè. Veel meer dan gebouwen kopen en daarvan de helft verhuren. Hè. Maar je moet dan wel kunnen zeggen, en in België kunnen we dat volgens mij ook afdwingbaar maken, want het zijn publieke middelen van kijk, als politieke partij is het zo dat je eerlijk communiceert. Hè. En dan zal de commentaar zijn, ja, maar wie gaat bepalen wat dat eerlijk is en wat dat waar is? Ja. Er zal altijd een grens zijn, maar wil je als politieke partij over die grens gaan? Hè, wanneer je dan uiteindelijk zou betrapt worden met echt feiten dat echt manifest een leugen is, dan ga je ook zo door het slijk, wat het ook zou moeten. Maar ik vind dat er al een wetgeving bestaat die een politieke partij of kandidaten kan bestraffen. Hè, we kunnen dat financieel bestraffen, hè, zoals we in de partijfinancieringswetgeving ook financiële straffen kunnen hebben. Of zelfs strafrechtelijke straffen, voor dingen die echt manifest onwaar zijn en die misleidend zijn. Ik denk aan de campagne, het was denk ik tijdens de Brexit, hè, dat Nigel Farage in Groot-Brittannië een foto heeft gebruikt
die van een hele migratiestroom die helemaal niet van deze tijd was, hè, die uiteindelijk gehaald uit de geschiedenisboek en die dan uiteindelijk geplakt in een advertentie om dan uiteindelijk iets te gaan verspreiden wat dat echt het geval niet is. Hè. Dus van dat soort dingen. Ik denk dat die gedragscode van Nederlandse Tweede Kamer eigenlijk een goede inspiratiebron kan zijn en dat die van toepassing moet zijn binnen en buiten de sperperiode natuurlijk. Hè. Dus u bent een politieke partij, u bent kandidaat bij verkiezingen, u bent mandataris, u bent parlementslid, u bent minister. Wel, wat u verspreidt, daar moeten we van kunnen verwachten dat dat toch aan een minimum van fact-checking is onderworpen. En dat je, wanneer je een foto wilt verspreiden van ik weet niet wat, dat je ook effectief een foto van dat post en niet van iets anders. Ja, dus dat er beelden genoeg beschikbaar zijn van gelijk wat, om een echt beeld te gebruiken en geen getruckeerd beeld. En dat is iets wat dat volgens mij een heel aantal problemen kan oplossen. Ook in die Nederlandse gedragscode wordt er gesproken over privacy, ja, want dat is natuurlijk een punt waar men in Wallonië, en dat is bewonderenswaardig, denk ik, in Wallonië waakt men, denk ik, veel meer over de privacy dan in Vlaanderen. En dat wij Vlamingen daar veel lakser in zijn. Hè. Dus, en het is een hypothese die ik op die toon nog niet hard kan maken, die ik nog zou moeten laten broeden, te weten, kan ik het onderzoeken en kan ik... Maar als we kijken naar de uitgaven van sociale media in Wallonië, ook bij verkiezingen bijvoorbeeld, ik heb die cijfers van 2019, die zijn aanzienlijk lager dan in Vlaanderen. In absolute cijfers, vanzelfsprekend, in relatieve cijfers zeker en vast ook. En dat is dan niet alleen maar omdat er minder Franstalige Belgen zijn dan Vlamingen. Ik denk dat dat ook wel een deeltje te maken heeft met die privacygevoeligheid. Daarentegen, om dan te gaan zeggen, kijk, we voeren een verbod in op advertenties op sociale media en advertenties ook in de reguliere pers, hè, zoals er een voorstel voor ligt, tijdens de sperperiode, dat vind ik dan ook weer te vergaand. Dat is een beetje de regeling die in Frankrijk van toepassing is. Waarom? Je gaat het eigenlijk gewoon... Je gaat het ondergronds duwen. Hè? Ik ben overtuigd dat partijen voorbereid zijn op eventueel zo'n verbod. En dat er dan opnieuw andere campagnemiddelen zullen de kop opsteken die gebruik maken van sms, die gebruik maken van WhatsApp, wat dan geen betalende toepassing is. Het is geen betalende online advertentie op sociale media. Je mag altijd gebruik maken van je gratis advertenties. Of van je gratis sociale media, wil ik zeggen. En je kan dan buiten die sperperiode trouwens vol een bak advertenties gaan lanceren, waardoor je dan volgers, identiteitsgegevens en allerlei likes en volgers, meer volgers gaat creëren, die je dan in je campagne, via je gratis kanaal, toch nog kan bereiken. Dus ik denk dat communiceren via sociale media, campagne voeren online, is een deel van de toolbox om campagne te voeren. En we zullen zien of er nu bij de volgende verkiezingen de traditionele partijen zullen volgen en ook een veel hoger percentage zullen uitgeven aan die sociale media en aan online in het algemeen. En dan zou dan bevestigen dat dus de challengers proberen, wanneer het werkt of wanneer men denkt dat het werkt, dat dan ja, de andere partijen mee op de kaart springen en dus eigenlijk ook volgen. Boeiend, allemaal boeiende materie om in de gaten te houden en te kijken wat er nog gebeurt. Maar interessant wat u daar ook zegt, omtrent na te denken over die gedragscode en zo. Ik denk dat onze luisteraars echt wel nu stof hebben om over na te denken. Meneer Van den Einde, dank u wel dat u uw bedenkingen en uw onderzoek met ons hebt willen delen en dat we daardoor verder kunnen nadenken. Dank u voor uw tijd. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, u kan altijd reageren op onze podcasts. Dat lezen we ook altijd mee. Ga gerust de gang. En we blijven u natuurlijk informeren over wat er reilt en zeilt in onze politieke wereld en in de maatschappij in Vlaanderen. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.